Mijn naam is Naomi van Houten. Ik help mensen verder met het behandelen van hun schade. Daarnaast hou ik ook het herstelverloop in de gaten, mocht iemand niet direct hersteld zijn. Al toen ik eigenlijk jonger was, wilde ik al lessenschadebehandelaar worden. En ik vond het gewoon heel erg interessant om die aansprakelijkheid uit te zoeken. Wie is er aansprakelijk en bij wie kan je terecht? Het kunnen helpen van mensen, dat is wat echt heel leuk is. Want mensen overkomen het eigenlijk nooit. En als ze het aan de hand hebben, hebben ze echt geen idee. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat een betrokkenen zich echt gehoord voelt en ook geholpen. Ik vind het daardoor een van de mooiste beroepen die bestaat. Je kan alle kanten op en er zijn veel doorstroommogelijkheden. Door de traineeships en de opleidingsmogelijkheden die DECRA biedt, heb ik mezelf kunnen ontwikkelen tot een schadebehandelaar. Je kan gedetacheerd worden voor een verzekeraar. Je kan je met internationale schaderegelingen bezighouden als jij een aantal talen beheerst waar veel vraag naar is. En dat zorgt ook voor heel veel afwisseling. Bij DECRA heb je voldoende opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden. En daarnaast biedt DECRA voldoende afwisseling, waardoor ik mijn werk erg leuk vind.